Hoi iedereen, ik ben Eline van Eline94 en ik heb vandaag een... Ik wil multi-mini-review zeggen, maar eigenlijk is het dat niet. Ik ga vandaag namelijk een aantal producten van Benefit voor het eerst testen. Dit zijn de producten. Ik ga als eerst beginnen en dit is gewoon de basis en de basis is de basis. En... met een foundation. Ik heb een mini-verpakking besteld en kijk hoe cute. Dit is een doosje. Ik heb kleur 4 besteld van de Soft Blur Foundation, zo mijn keel. Maar kijk hoe schattig dit inie mini flaconnetje is dan. Super schattig. Dit is dus kleur 04. En ik zeg al, dit kan maken of breken, want dit is de basis. En als deze kleur niet goed is, en dat weet ik dus eigenlijk eerlijk gezegd niet. Dan kan het zijn dat ik het met poeder nog iets kan verlichten. Maar het kan ook zijn dat ik gewoon een helemaal verkeerde look heb. En dan is het heel saai, maar dan ga ik hem gewoon daarna gewoon weer eraf halen. Dan ga ik hem gewoon voor deze video gebruiken en... ja, ik ga hier gewoon mee beginnen. Ik vind het zo'n schattig flesje. En oh, ik denk dat de kleur echt te donker is. Ik denk dat dit te oranje is. Deze kleine verpakking was een tientje. En ik weet even niet hoe duur de normale is. Ik breng hem aan met mijn sponsje van EcoTools. In de hoop dat ik hem misschien daardoor nog iets meer kan inblenden. Nou... hij zou een hele lichte dekking moeten hebben. Dus ik denk ook dat het misschien wel meevalt met hoe die... dat hij uiteindelijk niet te donker is of zo. Maar als je met een kwast aanbrengt, dan is het natuurlijk dekkender dan bijvoorbeeld met een spons. En ja, ik wist dus eigenlijk niet welke kleur ik moest kiezen. Dat heb ik al vaker met foundations. Valt nog mee. Maar ja... 10 euro voor een foundation is natuurlijk niet goedkoop. Maar ik weet even niet hoe duur die dus normaal is. En ik dacht, ja, yeah, it's cute. Ik ga eerst even proberen de helft van mijn gezicht te doen. Maar zeker ook omdat het een lichtdekkende foundation is, dacht ik, dan durf ik het wel of zo. Mijn kin zie je dus heel duidelijk. De foundation hier valt allemaal wel mee. Ik vind de kleur op zich sowieso nog wel meevallen. Misschien iets geler dan wat ik normaal zou nemen. Maar... oh, hij oxideert wel. Nou, ik zal misschien dan een kleur lichter nemen. Of 2 tinten lichter om hem te mengen. Ja, hij is wel echt donker. Het is wel te geel voor mij. Dit is de helft met en dit is de helft zonder. Maar ik zal ook het plaatje in beeld zetten waar ik het van af heb geleid. Deze foundation stond al best wel een tijdje op mijn lijstje, omdat ik hem dus zo schattig vond. En omdat hij dus zo licht is of zo. Zo lichtdekkend, niet licht van kleur. En ik ben er altijd wel heel erg benieuwd naar. Ik heb altijd struggles met foundations. En nou, de opstart van deze video gaat in ieder geval lastig. Maar ik ga dus vandaag een look maken met allemaal Benefit producten die ik nog heb liggen. Een soort eerste indruk... nieuwe Benefit producten. Of althans voor mij nieuwe Benefit producten. Ik had sommige dingen al een tijdje liggen. Het is trouwens niet allemaal nieuw. Op zich, de foundation is wel donker. Maar ik vind hem wel prettig aanvoelen. Absoluut niet zuinig in gebruik. Dat ten eerste. Maar verder. Ondanks dat hij misschien een beetje donker is. Ben ik verder wel heel erg enthousiast. Ik vind het ook nog wel meevallen met hoe donker die is. Ik moet even concealer aanbrengen. Dit wordt even de concealer die ik normaal altijd gebruik. Even het verschil tussen donker en licht. En dan breng ik gewoon ook poeder aan die ik normaal gebruik. Maar dan een witte poeder. Dus zodat die misschien nog wel wat lichter wordt. Oh, hij is wel heel droog voor mij trouwens, merk ik nu. Dan breng ik ook nog eens een matte poeder over aan. Ik denk dat ik die foundations even wat meer ga uittesten. Ook in combinatie met een andere foundation. Dat die misschien niet zo droog wordt. En proberen te zoeken naar een lichtere kleur. Waar ik hem gewoon mee kan mengen. Ik vind het zo meevallen met poeder. Maar ik ga wel even fixing spray aanbrengen. Dan is het tijd voor mijn wenkbrauwen. En daar heb ik altijd een Benefit product voor. Ik vind Benefit gewoon top. Ik gebruik nu het Goofproof Brow Pencil in de kleur 3. Oprecht weet ik nog niet wat mijn wenkbrauwkleur nou eigenlijk echt is. Oh, dopje.
Dus ik kwak er altijd maar wel op. Ah, ander dopje. Oké. Hoe vaak gaat dat dopje nog vallen? En ik ben ook niet zo'n kei met wenkbrauwen. Oké, nou, wenkbrauwtjes zijn klaar. En ja, deze heb ik dus al langer, dus dit is voor mij geen nieuw product. Maar op zich vind ik de foundation ook best wel oké nu. Oké. Hoe schattig de doosje ook is, hij gaat nu bij het object in bewaard voor deze video. Volgens mij staat hier ook op dat het, ja, hier staat op de andere kant ook dat het 04 is. Of gewoon 4. Dan is het nu tijd voor de concealer in 02. De Boing Concealer. En ik heb deze... Moet ik wel even een kwastje zoeken. Ik heb die gratis ooit bij een bestelling gekregen. En ik dacht, dat is wel een toffe voor onder het wenkbrauwbot. Excel, moet ik wel een kwastje vinden. Ik heb er gewoon even twee wenkbrauwkwastjes bij gepakt. Deze rechte. En zo'n schuin afgesneden eyeliner kwastje. Deze ga ik dadelijk gebruiken om hem te blenden. En deze ga ik gebruiken om hem gewoon aan te brengen. Dit lijkt echt op verf. Oké, dit is ook niet de goede kleur. Nou, wel. Op zich is hij wel oké. Ik ben er nooit zo tevreden geweest over mijn wenkbrauwen. Maar ik heb ook niet zo heel veel verstand met zo'n soort concealer. Hij is wel super romig. Ik had verwacht dat hij super stevig zou zijn. Maar ja. Nou zie ik ook meteen... Oh, mijn haar staat ook overeind. Maar nou zie ik ook meteen natuurlijk al die verdwaalde... haartjes onder mijn wenkbrauw dat ik eigenlijk had moeten epileren. Maar ja. I am pretty happy. Ik denk dat ik ook even gewoon de vorm van mijn wenkbrauw ga accentueren. Ik heb dit kwastje helemaal niet nodig. Ik had niet verwacht dat zo'n plat kwastje dat die zo precies zou zijn of zo. Nat. Het enige wat ik misschien als commentaar heb is dat hij misschien een beetje te... rood is of zo, maar op zich ben ik best wel tevreden. Had ik niet verwacht dat ik nog zo tevreden zou zijn over deze concealer. Note to myself, wenkbrauw epileren. En dan is het tijd voor de wangetjes, want ik ga vandaag geen... Ja, ik ga wel oogmake-up dragen, maar daar komt een andere video van. Ik ga mijn normale bronzer aanbrengen, want die heb ik niet van Benefit. Dus dat ga ik even doen. Ik loog. Ik heb de Hoola bronzer in een palet zitten. Verdurie. Nou ja. bijna gelukt deze video. Ik ga als gezichtsproduct ga ik deze Cheek Leaders Mini Pink Squad palet gebruiken. Deze palet. Dit palet. Wederom weer een doosje puur voor de video. Want de voorkant ziet namelijk precies hetzelfde uit. En dit is een mini versie van het palet. En ik heb ook de... Nou ja, je hebt ook de grote versie... Maar ik vond die best wel duur en was iedere keer niet leverbaar. En toen was deze op een gegeven moment was die wel leverbaar. En toen heb ik deze gekozen. Ik zat heel erg te twijfelen. Het ging mij vooral om de twee nieuwe kleuren. Je hebt er één in het donker palet en één in het lichte palet. In deze is het Tickle en dat is deze. En in het andere palet is het Cookie. En die vond ik ook super mooi. En die zijn palet only. Dus ik kan ze ook niet gewoon, zeg maar, loskopen. Maar daardoor heb ik deze gekozen. Ik heb de California en Dandelion ook in een ander palet zitten. Ik denk dat ik voor een matte blush Dandelion ga. En ik gebruik gewoon mijn normale blushkwast. Oh, hier zit trouwens een spiegeltje in. Oh, die werkt ook nog best prima. Ondanks dat het zo'n langwerpig spiegeltje is. Dan zul je denken, Eline, het is een spiegeltje. Daar kan niet veel aan misgaan. Oh, jawel. Blush zit erop. Dan gaan we verder met de highlighter. En daar gebruik ik natuurlijk Tickle voor. Helaas is palet only. Dus alleen in deze en de grote variant van deze zit die in. En ja, daar heb ik toch wel een beetje een zwak voor. En ik wil ook heel graag Cookie. Maar die had heel veel donkere kleuren in zijn palet zitten. Ik zie nu al... Oh nee. Oh my god. Ik ben hier wel een beetje bang voor hoor. Want hij heeft best wel een hele erge shimmer er doorheen. Oeh. It's very shiny, maar wel super pretty.
hele mooie gouden gloed. Wauw. Wauw. Ja, en Dandelion en California zijn een van mijn favoriete brushes. Dus dan wens ik al dat ik er enthousiast over was. Maar wow, what a glow. Wow, what a glow. Wow, wow, wow. Over het algemeen, als ik zo in de spiegel kijk, zijn dit de producten die ik dus wou testen. En ik ben eigenlijk aangenaam verrast over die concealer. Daar was ik best wel een beetje bang voor. Mede ook door de kleur, maar ik denk dat die in mijn everyday bakje komt. Ik ga er meer mee experimenteren. Ja, hier wist ik dus al. Deze is gewoon mijn wenkbrauwpotlood. Niet helemaal de juiste kleur. Iets te donker. Maar ik... Ja, en ik weet dus nog niet... Op zich is de textuur is op zich wel oké. Dus ik moet even kijken of ik voor kleur 2 of voor kleur 3 nog wil gaan. Ze desnoods even mixen met elkaar. Maar ik vind hem wel super chill. En voor een tientje vind ik Benefit best leuk om een keer te proberen. Je doet hier dus ook niet zo super lang mee. Maar het is ook bijvoorbeeld heel leuk om deze mee op reis te nemen. Dus ik ga deze zeker nog in een andere kleur bestellen. En het Cheek Leaders paletje, daar ben ik echt super blij mee. Helaas, ik vind het echt wel super stom. Want als je Benefit fan bent, dan vind je die palet dus echt super chill. En ik heb ook een andere. Ook een Cheek Parade of zo. En daar zit dus California en Dandelion in. En ik wil gewoon cookie, wil ik ook gewoon. Maar die zit dus ook weer in zo'n palet. En dan moet ik even kijken of ik dus nog voor het andere mini paletje ga. Of dat ik hem dan maar skip. Want ik vind hem echt super chill. De verpakking is ook wel echt heel relaxed. Ja, dit is ook super chill om mee te nemen op vakantie. Helaas zit hier dan geen bronzer in. Vind ik dan wel jammer. Had ik liever bijvoorbeeld een quattro gezien met een Hoola bronzer of zo. Maar een shimmery blush, een highlighter en een matte blush vind ik ook echt super chill. Ja, ik ben hier dus echt super blij mee. Ik heb heel vaak super gezegd. Ja, het minst favoriete product van deze is dus de foundation, maar puur omdat het niet mijn kleur is. Ja, verder ben ik dus echt super enthousiast. Ik vind de highlighter echt heel tof en de blush dan weer subtieler. Dus ik ga hier zeker meer mee spelen. Ik hoop dat je de video leuk vond. Het is een heel ander soort video dan normaal. Maar ja, ik hoop dat je het leuk vond. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doei!